high. So. We hebben wel een mooie dag vandaag, mooi zonnetje in ieder geval. Ja, wat ik jullie nog niet heb verteld, misschien is dit wel de goede lichtverhouding ook. Ik heb deze Macna gekocht, Macna Impact Pro gelamineerde jas. Op zich ben ik tevreden voor de prijs, maar wat ik gezien heb van andere jassen, kan dat wel beter. En persoonlijk had ik liever iets meer betaald voor een net wat betere jas dan voor deze jas, zal ik maar zeggen. Verbeterpuntjes, je hebt een buitenrits en je hebt een binnenrits. Die binnenrits, als je die niet goed erin steekt, trek je hem omhoog. Maar trek je hem ook meteen los. In mijn optiek zou dat niet moeten kunnen. Als die rits er niet goed in zit, moet de rits niet omhoog gaan. Dat doet deze wel. Dus dan schiet de binnenrits los. Iets anders, waar ik vrij veel last van heb, dat zal ik zo even laten zien. Je zal zien dat dit bij mij los zit. Ik krijg het niet dicht. Ligt het aan mijn bouw? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee waar het aan ligt. Wat ik wel weet is dat als ik hem ook op de minimale stand dicht zet, dan heb ik er nu een vrij dikke kol onder, maar dan hoef ik nog niet eens een dikke kolletje. Al zit er maar een dun kolletje onder, krijg ik de jas niet dicht. Heb ik zo'n dikke nek? Ja, wellicht. Ik weet het niet. Ik geloof dat ik van blouse 41 heb. Dus deze maat is 41. Dat ik verder wat steviger ben, ja dat klopt. Dus je zou zeggen dat ik daar nog niet eens zo'n hele gekke maat in heb. Vergeleken bij de rest van mijn bouw. Ik ben niet de maagste, laten we daar even eerlijk in zijn. Dan vervolgens, mijn vorige jas had ik een 3XL. En dan weet ik even niet uit mijn hoofd welk type dat was. Ik heb er 2 van gehad. Macna is niet maatvast. Ik heb nu ook een 3XL en die zit strak op mijn lichaam met een t-shirt en een polo. En veel meer moet ik er niet onder doen, want dat gaat gewoon echt niet. Ik heb het ook niet echt nodig. En dan zeg ik met nadruk ik. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb het niet echt nodig. De jas is best warm. Het is nu op mijn boordcomputer 3 graden. Mijn handvatverwarming staat vol aan. Anders krijg ik koude vingers. Mijn voeten die worden op den duur ook wel koud. Dus qua temperatuur jongens, deze jas, hij is goed winddicht. Hij is goed winddicht aan zich. Echter, hier vang je wind. En zeker als je gas geeft. Dat is niet fijn, kan ik je vertellen. Dat is echt niet fijn. Dus hij lekt op een bepaalde manier, lekt hij ergens wind. En dat is vooral bij mijn rechterpols. Links gaat het wel, want dan is hij gewoon recht. En zoals ik nu zit ook, want ik geef nagenoeg geen gas. Maar ga ik een beetje optrekken, dan verdraait dus mijn rechterpols. En dan komt hij dus naar beneden en dan heb ik dus her en der 1 of 2 of 3 lekjes. Ik kan het niet anders omschrijven als lekjes. Mijn handschoen zit in mijn jas vanwege de kou. En dan kun je zeggen, ja, die moet er overheen doen. Maar als het regent, dan wil je je handschoen niet over je jas hebben. Dat wil je gewoon echt niet. Dan stroomt het water in je handschoen in plaats van over je handschoen heen. Dus in die zin zijn er wel echt wel wat verbeterpuntjes aan de jas aan zich. Ik heb nu zo'n beetje 2.500 kilometer gereden denk ik met de jas. Ik denk 2000 kilometer zo'n beetje. Flink wat regenbuien gehad. Ik heb sneeuw gehad. Ik heb kou gehad. Jongens, het is 3 graden buiten. Ik heb een t-shirt. Het lange mouwen dan wel. Nee, een kolletje in dit geval. Vandaag heb ik een kolletje aan. Koeltruitje. Gewoon zo'n dun stoffen dingetje. En een polootje eroverheen. Niks bijzonders. Polootje is vanwege het werk. En toevallig heb ik dezelfde kleur. Een kolletje eronder. En nogmaals, qua temperatuur. Als ik nu mijn jas uit zou doen en ik zou buiten gaan staan. Dan heb ik het echt koud. Dus in die zin is de jas goed winddicht. Behalve de lekkage bij rechts bij mijn hand. Dus voordelen. Hij is waterdicht tot op heden. Geen lekkages gemerkt. Hij is winddicht. Hij is warm. Of hij behoudt in ieder geval mijn eigen lichaamstemperatuur behoorlijk goed. Maximale afstand die ik ermee heb gereden in een graad of 3 is 1,5 uur. Gemiddelde afstand een half uur is een beetje. Er zitten ritjes bij van 20 minuten en er zitten ritjes bij van een uur. Geen klagen op zich. Een paar verbeterpuntjes. Oh ja, het minpunt. De zakken op de jas zijn klein. Ik kan er veel minder in kwijt dan bij mijn vorige jas. En dat is wel jammer. Ik had ze graag wat groter gezien. Ik heb mijn sleutelbossen in mijn zak, ik heb een zaklampje in mijn zak. Ik heb hier links een battery pack, nou, die past er ook maar net in. Mijn tankpas en zo, weet je, mijn bankpasje, dat heb ik bij me. Mijn pas voor de baas heb ik bij me, dat zit allemaal in mijn linkerzak. En rechts mijn sleutels. In de broek stop ik eigenlijk nooit wat. Nee, nou laat ik ruimte, want die auto wil ertussen. Oeh. Zo, ik wil ertussen. Nou, voor mij had je gemogen. Eindconclusie voor mij eigenlijk is dat de Macna Impact Pro aan zich goed is. Als je, net als ik, 3XL hebt en je wil voor deze jas gaan, neem minimaal 4XL. En het beste advies wat ik je kan geven is, ga hem passen en kopen in de winkel. Dan weet je namelijk zeker dat die voor jou goed is. Goed, bijna in Houten gearriveerd. Die vrachtwagen, daar kan ik voor. Die bus denkt dat ook bij mij. Laat ik maar even inhouden.